die oefenwedstrijden die waren leuk. Zeker leuk, want ook daar speel je natuurlijk tegen mensen die je al kent. En onze buren natuurlijk. En toen zei de coach ook in één keer van, ja, je mag op paas lopen vandaag. Toen dacht ik ook eerst van, oké, ja, het zal wel. Ik bedoel, je probeert het altijd natuurlijk. En dat ging eigenlijk vrij goed. Ja. Dus ja, ik ben benieuwd of hij nog weer gaat gebruiken. Ja. En ik denk dat als je bijvoorbeeld Nimir en mij in hetzelfde systeem hebt staan, zeg maar, dat wij beide spelen, heb je natuurlijk wel voordeel, denk ik, met hoge ballen. Want ik denk dat wij beide vrij goed zijn in hoge ballen weg te leggen, oplossen, cover spelen. Maar voor de rest, ja, ik moet eerlijk zeggen dat ik ook niet zo goed weet. Maar ik vind het niet erg. Je vecht als team natuurlijk voor één doel en dat is zo hoog mogelijk eindigen. En hoe dat dan ook gaat, dat maakt eigenlijk niet uit. Dus als bijvoorbeeld Thijs de Hoogst in één keer op wordt geroepen, hé, jij moet even dubbele wissel doen met Freek. Ja, dat is prima. Kijk, als hij het goed doet, doet hij het goed. Is het goed voor het team, dus is het ook goed voor mij. Ja. Dus ja, en hetzelfde is andersom. Dus kijk, als ik in één keer word opgeroepen als paas lopen, dan zullen ze het niet erg vinden. Maar kijk, ze zullen wel denken van, hé, daar had ik ook kunnen staan. Ik moet eerlijk zeggen dat ik niet echt weet hoe anderen daarin staan, maar ik weet mijn positie en ik geef alles voor het team. En dan kijken waar je komt te staan, of je speelt. En als je speelt, probeer je alles zo goed mogelijk te doen.